Goedenavond en welkom in Rijerslaat van woensdag 6 februari met deze fijne gasten. Bart De Wever, al een hele week in het oog van de storm. En Etienne Vermeers, die liet via de krant weten dat hij graag met De Wever in discussie wilde. Wij speelden het verzoek door aan de betrokkenen en die wilden graag op die uitnodiging ingaan. En wij dachten, met die twee komen we wel een eindje toe. Dus ze krijgen heel de studio voor zich alleen. Allebei hartelijk welkom. Ja, kom maar binnen. Meneer Vermeers, komt u maar binnen. En meneer De Wever. Ja, heren, welkom. We hebben jullie uitgenodigd naar aanleiding van een opiniestuk, meneer Vermeers, dat u vanmorgen in De Morgen heeft geschreven. U doet eigenlijk een oproep om met Bart De Wever in het strijdperk te treden. We gaan even kijken hoe u dat geformuleerd heeft. Als intellectueel ben ik bereid met hem op een ernstige wijze in discussie te treden. Ik zal daarbij unguibus et rostro... Wat betekent dat, unguibus et rostro? Denk aan een arend met klauwen en bek. Dus met alle middelen die u ter beschikking heeft. Ah ja, goed. Dus met de unguibus et rostro de verlichting verdedigen. Als burger wacht ik af welke realisaties de burgemeester tot stand zal brengen. Mooi, meneer De Wever, u bent met veel plezier op die uitnodiging ingegaan. Ja, omdat hij focust op het interessante dat in het interview stond en niet op de onnozelheid waar we het nu al een paar dagen over hebben. Goed, dat gaan we dan proberen te doen. Nog twee vraagjes. Kunnen we het in Nederlands doen in plaats van in het Latijn? Dat is een toegift. Dank je wel, anders ga ik een tolk moeten inschakelen voor mezelf dan toch. En dan nog heel even naar uw gezondheid informeren. Meneer Vermeers... Mijn gezondheid is goed. Ik heb gisteren een fietsproef... Ja, ik weet dat u nog een proef moest doen. Met succes doorgemaakt. Dus goed nieuws. Allemaal enorm. Daar zijn we blij mee. Ja. Uw gezondheid, meneer Vermeers, is een hartoperatie. Ik moet er wel aan toevoegen dat jaren geleden mijn vader... Een onderzoek had, een elektrocardiogram. Hmm. En de arts zei, alles is in orde. En twee minuten later kreeg hij een hartstilstand. Oei, hopelijk overkomt ons dat hier niet vanavond. Uw hart, meneer De Wever, is ook op de proef gesteld de voorbije week. Een hectische week geweest. Hè. Aanleiding was één uitspraak over homo's in de krant De Standaard. Heel even recapituleren. Het is maar één zinnetje in een interview met De Standaard, maar het lokt hevige reacties uit. Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie is toegedaan. En andere mensen herkennen dat. Dit is gewoon wie ik ben. Ik ben hetero, een ander homo. Respect. Is uiting van geaardheid, zelfs bij officiële functies, een issue? Geaardheid is geen geloof, het is wie je bent. Ik vind het grotesk, eerlijk gezegd. Omdat, wat mij betreft, is dat een stap naar een Vlaanderen van 40 jaar geleden. U noemt De Wever lichtzinnig en arrogant. De Wever wekt hier toch mee de indruk dat er op een of andere manier iets fout is. Als je aan een loketbeambte zou kunnen merken dat hij homo is. Als je het maatschappelijke debat opzoekt, dan moet je daarna niet komen klagen dat je het ook krijgt. Blijkbaar voor sommigen is echt wel alles goed om ons onderuit te halen. Hij heeft de neiging dingen die er niet zijn toch te gaan... problematiseren. Ik kan het eerlijk gezegd allemaal nog moeilijk volgen. Het is alsof er elke week wel een opstoot van heftige verontwaardiging. Altijd rond de N-VA draait, altijd om Bart De Wever. Ja, meneer De Wever, blijft maar duren tot op de dag van vandaag. Hè. Kranten, radio, televisie. Ja, ik kan er ook alleen maar met verbazing naar kijken. Want als ik dat interview heb afgelegd, had ik helemaal niet de indruk dat ik iets opmerkelijk had gezegd. Mm. Ik had mij ook helemaal niet aan die voorpagina verwacht. Ik wist daar niks van. Toen ik die zag, schrok ik daar wel van. En dan brak pas de hel los. Plotseling was ik dan homofoob en was er echt iets verdacht en iets mis met die uitspraken. Terwijl ik eigenlijk gewoon het begrip neutraliteit is deftig heb uitgelegd, wat men heel zelden doet. Mm-hmm. We gaan er dadelijk verder op in, maar ik wil eerst even over de inhoud met u, professor. U bent het eens met de richtlijnen, hè? Als ik het goed heb. Ik ben het volkomen eens met de richtlijnen. Neutrale kleren moeten dragen? Ja. Ik ben het volkomen eens met de richtlijn. Dat betekent inderdaad geen hoofddoek, maar dus ook geen kleren die homoseksualiteit uitdragen. Men moet zich niet manifesteren als. Niet als voetballer, niet als filosoof, niet als om het even wat. Men zit daar als beambte of ambtenaar van de stad en men zit daar voor iedereen. Mm-hmm. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Ik denk dat ik het ook in mijn artikel gegeven heb.
Ik heb veel met moslims gecorrespondeerd. En die zeggen altijd, ik draag die hoofddoek omdat God dat van mij vraagt in de Koran. Nu, er staat van alles in de Koran daarover en het is vrij duister. Maar er staat met een volkomen helderheid in de Koran dat homoseksualiteit afschuwelijk is. Dat staat daar zeer helder. Nu, als ik nu iemand met een hoofddoek achter een loket zie zitten en ik weet dat die dus de Koran werkelijk volgt, dat blijkt uit haar hoofddoek. Dan moet ik ook denken, stel dat ik homo ben, dan moet ik denken, die vindt mij afschuwelijk. Dat gaat toch niet? Nee, daarom kan het volgens mij. Dat gaat toch niet? Als ik nu, ik weet dat bijvoorbeeld Allah niet bestaat. De God van de islam bestaat niet. Maar goed, dat is niet origineel, want die van het christendom bestaat ook niet. Nee, maar goed, volgens u, hè? Maar als ik nu, niet volgens mij... Dat is bewezen volgens u. Ja, daar gaan we dus, niet opnieuw over blijven. Als ik nu met een trui ga, Allah bestaat niet. Dan is dat gewoon de waarheid. Maar mag ik voor een loket gaan zitten met de woorden Allah bestaat niet? Dat doe je toch niet? Op het jubileum van Tante Nonneke. Zal ik daar plots recht staan en zeggen, God bestaat niet? Dat doe je toch niet? Nee. Ik denk dat dat wel heel goed aantoont dat als je die individuele expressie gaat verabsoluteren tot een subjectief recht, dat je altijd in elke context mag uiten, ja, dan kom je tot dat soort absurde toestanden. Hè. En ik heb daar met grote ogen naar gekeken, dat mensen dat ook effectief beginnen verdedigen, dat soort absurditeiten. Ja. Weet u, de ironie, het is eigenlijk hilarisch, als u de N-VA bezoekt, achter ons loket, achter onze balie, zit een homoseksueel die daar bepaald geen geheim van maakt. Die noemt zich nu de loket Jeannette van de N-VA. Dus waar je het meteen bij ziet, zonder twijfel? Ja, eigenlijk, zelfs al kleedt hij zich neutraal, vrees ik dat niet lang geheim blijft, dat hij zo is. Hè? En dat is inderdaad wie hij is, dat is geen keuze. Maar ik mag toch van mijn personeel, net zoals elke bank, elk restaurant, iedere werkgever vragen dat hij een neutraal voorkomen heeft, dat hij professioneel en dat hij beleefd is. Wat hij voor de rest in zijn vrije tijd doet en hoe hij er dan bij loopt en tot welke god dat hij gaat bidden en met wie dat hij het bed deelt, dat is mijn scheisse egal. Dat is zijn individuele vrijheid. Maar is dat nu niet de evidentie zelf dat er een dresscode kan bestaan als dat redelijk is en doelmatig? Uh-huh. Net zoals u toch ook aan een dresscode onderworpen bent. U bent het gezicht van de VRT. Uh-huh. Als u denkt dat abortus moord is, dan is dat een perfect legitieme overtuiging. Ik ben het er niet mee eens. Uh-huh. Maar stel dat u zo'n t-shirt draagt waar dat op staat en alle kijkers zien dat, hoe lang zou u hier nog zitten? Niet lang, denk ik. Zo het einde van het programma niet halen. Vrees ik ook. Maar wat ik me dan afvraag, meneer De Wepper, weet u zeggen, wat neemt u wie dan eigenlijk kwalijk? Wel, wat ik kwalijk neem, is, je geeft een interview, hè, en waarin men u over ideologie vragen stelt. Mm-hmm. Men gaat in op die neutraliteit. Ik begin dan u begint zelf over homoseksualiteit. Nee. Ik begin dat eens deftig uit te leggen. Ja. Ik heb vooral gezegd, en dat stoort me geweldig, dit is geen hoofddoekenverbod. Dat heeft men ervan gemaakt. De winter glorieert altijd. We hebben een hoofddoekenverbod bekomen in Antwerpen. Nee, het is een dresscode. Dat wil zeggen, die geldt voor elke religie. Ja. Die geldt voor een politieke overtuiging. Je mag ook geen levensschildje dragen, voor al duidelijkheid. Of een N-VA-t-shirt. Mag niet. Je mag daar niet zitten als fan van Beerschot. Ja, die geldt uiteraard ook voor seksualiteit. Ook voor heteroseksualiteit, voor alle duidelijkheid. Hè? Herinner u de rel rond de poster met de blote dame in de brandweerkazerne die er geweest is onder de vorige burgemeester. Goed. Dus iedereen gelijk voor de wet. Neutraliteit dient voor gelijkberechtiging uiteindelijk, niet voor discriminatie. Als je zo'n evidentie dan eens breedvoerig en theoretisch uitlegt, springt iedereen daarop in onze Twitter-democratie. Ik vind persoonlijk partijvoorzitters moeten niet op Twitter zitten. Want als je als partijvoorzitter is uit, dan heeft dat een grote draagwijdte. Er moet over nagedacht zijn. Maar dat partijvoorzitters daarop reageren, lijkt me logisch. Dat zijn de regels van het spel, zo gebeurt het nu. Men mag toch eens de inhoud ernstig beoordelen en niet met Twitters een sfeertje creëren, die heeft iets tegen homo's. En dan zie je daar een trein vertrekken waar iedereen opspringt en die ons echt schade berokkent. Op de NOS in Nederland worden wij nu afgeschilderd als een holibi-onvriendelijke stad of een holibi-onvriendelijke burgemeester. Terwijl wij in Antwerpen de outgames organiseren. Hè, waar we hopen duizenden homo's te ontvangen en lesbiennes in Antwerpen. En waar wij het holibi-toerisme aanmoedigen. Waar ik van gaybashing een prioriteit heb gemaakt in mijn veiligheidsplan. En geloof me, mijn korpschef op dit moment die is enthousiast om dat uit te voeren. Hè. Ja, maar u dus, weet natuurlijk wel als dat berokkent ons echt schade. Ook als in de werkelijkheid. Mijn stad wordt hier beschadigd door deze reacties. En ze zijn totaal onterecht. Ja, maar als u zoiets zegt, als u aan dat rijtje van die dresscode kleren toevoegt die homoseksualiteit accentueren, dan weet u dat daar reactie op komt. Dus ik moet de waarheid verzwijgen. Daar komt het op neer. En dat hoor ik meer en meer. Hij moet maar eens leren zwijgen. Hij mag niet zeggen hoe het is. Dus het vorige bestuur had een dienstnota waar zelfs een HIV-speldje
expliciet verboden werd. Dus dit bestaat al 6 jaar. Mm. En als ik dan voor de eerste keer eens eerlijk uitleg, nee mensen, dit is geen hoofddoekenverbod, dit is neutraliteit, dan mag dat niet. Wel, dat soort politiek, ik hou daar niet van. Je moet de zaken zeggen zoals ze zijn en je moet beleid durven motiveren zoals het is. Neemt u de standaard bijvoorbeeld kwalijk dat het dan dat uit het interview ligt, die ene uitspraak in op de voorpagina zit? Eigenlijk wel. Ja? Ja. Ik ga u eerlijk zeggen, ik had dat interview 10 keer geweigerd. Ja. En heeft me dan moeten smeken om het te krijgen. Omdat ik echt tegen mijn woordvoerder zei, er komt weer herrie van op een of andere manier. Ze gaan, hey, ik vertrouw ook die betrokken journalist niet. En ik had daar beter in volhard. Want ja, er is dus herrie van gekomen. Ja. Als ik vandaag lees dat de ombudsman van de Standaard zelf zegt... Dit was niet correct wat wij gedaan hebben. Daarom zijn we vandaag even naar de journalist geweest, naar zowel de Keulaar. Mm-hmm. En hem even kort laten samenvatten waarom hij er wel achter staat, achter die beslissing. Ik denk dat Bart De Wever deze controverse niet gewild heeft. Hij heeft het daarom niet gezegd, daar ben ik tamelijk zeker van. Ik was erbij, want ik heb het interview gedaan, samen met een collega. Hij deed die uitspraken wel spontaan, dus hij betrok tijdens het gesprek homoseksualiteit in het neutraliteitsdebat van de loketbeambten. En daarmee verlegt hij een grens, want tot dusver spreken we over neutraliteit. Als het gaat over levensbeschouwelijke voorkeuren, politieke, syndicale, sportieve voorkeuren enzovoort, die mag niet geuit worden. Maar homoseksualiteit is bij mijn weten geen voorkeur, geen levensbeschouwing. Ik denk ook niet dat Bart De Wever dat gelooft, dus daar gaat het ook niet over. Maar hij verlegt wel een grens. Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen en de belangrijkste partijvoorzitter of de voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen, verlegt een grens in het neutraliteitsdebat. En dat neutraliteitsdebat zal in onze diverse samenleving alleen maar belangrijker worden. Dat is een van de redenen waarom die uitspraken bijzonder nieuwswaardig waren. Het feit dat we er al 5 dagen over bezig zijn, bewijst dat ten overvloede ook. Hè. Ja. Dat is sofisme tot en met. Hè. Het feit dat we er al 5 dagen over bezig zijn, bewijst de nieuwswaarde, ja, dat slaat nergens op. Allee, u moet mij eens zeggen, hoe moet ik nu uitleggen aan mijn ambtenaren dat zij niet mogen komen werken met I Love Antwerp? Dat mag niet, maar Gay Pride, dat mag dan wel. Allee, meneer De Keulaar mag dat soort personeelsbeleid eens komen voeren, hè, in de stad Antwerpen. Dat gaat toch gewoon niet. Dit is geen nieuw beleid. Hier is geen grens verlegd. Dit is gewoon het beleid dat wij voeren. En je kan, als je neutraliteit voorop stelt, geen ander beleid voeren. Toch niet volgens mij. Meneer Vermeers, wordt Bart De Wever incorrect behandeld? Wel, ik heb het ook al meegemaakt. Dat is een hele vervelende zaak. Je hebt dus een uitvoerig interview. En terloops zeg je iets. En dan wordt daaruit gehaald en naar boven gehaald. Maar dat krijgt dan een dimensie die je helemaal niet hebt bedoeld. Je hebt 10 dingen gezegd. En nummer 6 of nummer 8 halen ze eruit. Alsof je dat interview gegeven hebt om dat precies te zeggen. En ik kan u verzekeren, dat is heel vervelend. Het is mij al verschillende keren overkomen. Maar je hebt het niet in handen. Maar meneer De Wever zegt, men doet dit met opzet. Maar ze doen het altijd met opzet. Zij zoeken in een interview iets waarvan ze denken... hier gaan we nieuws mee maken. Zij doen dat. Maar ze doen dat niet alleen met hem, hoor. Ze doen dat met iedereen. Ze doen het met hem misschien een beetje meer. Omdat hij natuurlijk een figuur is van allure. Maar ik bedoel, ze doen het met mij ook. En ik heb daar al heel verveeld mee gezeten, hoor. Iets wat je heel terloops zegt, wordt zo naar voren gebracht dat je dat ziet. Enfin, heb ik dat gezegd? Eigenlijk heb ik dat wel gezegd, maar niet met de bedoeling dat dat daar vooraan staat. Ik ben natuurlijk geen heilig boontje. Nee, want het werkt ook andersom. Hè. Af en toe is een goed gemikte quote van u op de voorpagina. Bent u er blij mee? Hè? Ja, dat zal wel zijn. Ik ben geen heilig boontje. Ik ben ook een politicus. Ik heb bovendien nogal een redelijk uitgesproken visie op mens en samenleving. Juist. En de neiging om die ook te uiten en die goed uit te leggen. Met aplomb, ja. Daar heb ik ook altijd mijn bewondering voor professor Vermeers. Dat is niet de professor in die voor een toren, maar iemand die in die moeilijke debatten naar voren komt en spreekt. En dan ook wel eens de wind van voor krijgt. Maar ik heb de indruk, de laatste tijd, er is iets meer aan de hand. Hè. In die opmars naar 2014... wil men een sfeertje creëren rond N-VA en rond de voorzitter van N-VA, dat het altijd ambras is. Dat ik een soort van stoornis heb, dat ik altijd ruzie zoek. Dat waar ik ook kom en wat ik ook zeg, dat er iets mis mee is. En men begint dat ook in morele termen te zeggen. Hè. Dus Majetti zei, intellectueel kan hij niet dieper zakken, hij zit onder de grond. En met zo'n partij gaan wij niet praten. Daar zie je het begin van een cordon sanitair. Waar men zegt, wat de verkiezingsuitslag ook is in 2014. Ja. Ja, maar hij heeft dat wel gezegd. Lees vandaag ook de analyse van Knak. Wat de verkiezingsuitslag ook is, een cordon sanitair is iets die komen er niet meer in. Ja. Een cordon sanitair is iets anders. Ik ben het ermee eens dat er wel een sfeer is waar men, ja, om het even wat hij zegt, zal men zoeken iets te vinden dat men tegen hem kan gebruiken. Ik zeg u, met mij doet men dat niet met opzet, maar men doet het ook. En het komt soms heel hard aan,
dat je zegt, ja, maar dat had ik nu zo niet bedoeld. Dat staat daar terloops. Maar hier komt er nog bij, en dat is een beetje een uitschuiver, die historie van die obedientie. Ja, het woordgebruik. Toen ik dat las, dan dacht ik, ja, die zit hier tussen zijn tanden te grijnslachen. Maar hij weet toch zeer goed dat dat geen obedientie is. Een obedientie, dat is bijvoorbeeld, je had dus verschil, neem Benedictijnen. Daar had je dan de echte Benedictijnen, de Cisterciënzen. Binnen de Cisterciënzen hebben nog een andere obedientie, de Trappisten enzovoort. Dus dat komt uit de kloosterwereld, obedientie. Want gehoorzaamheid aan die abt, van die groep van abten enzovoort. Obedientie is, ja, het is dus helemaal niet iets dat je van nature hebt of door in de kinderjaren. Nee, het is iets waar je voor gekozen hebt om tot die obedientie te behoren. En ik dacht, ofwel, is dat een uitschuiver? Hij wou een speciaal woord gebruiken en hij heeft niet opgelet. Ofwel, is dat een soort van ironie of humor? Dat was mijn ding. Wat was het dan? Dat was, je hebt het gevonden, het was ironiserend taalgebruik. Ik heb dat al meer gedaan, van homoseksuele obedientie, met zo'n besmuikte tongue-in-cheek lach. Alleen ironiserend taalverbruik, dat vergt één goede wil en intelligentie. En soms was één van beide absent, denk ik, bij degenen die hebben gereageerd. En soms maar anders kan het soms ook kwetsend overkomen voor sommige mensen. Ja, maar men moet van ongelooflijk ver komen om mij homofobie aan te meten. Allee, ik heb zoveel columns geschreven waarin ik beschrijf homoseksualiteit komt in alle tijdvakken voor. In alle culturen, zelfs de meest repressieve culturen zoals Iran, komt homoseksualiteit voor. Dus het behoort tot de condition humaine. Dat heb ik nu zoveel gedaan. Ik ben nog platen gaan draaien op een homofaf 2 maanden geleden. Dus ik dacht van, niemand zal mij ooit beschuldigen van homofobie. Ik heb holobies in de familiekring. Ik stel er te werk. Ik heb er in het parlement zitten. Ik had het nooit gedacht dat men zo laag kon zakken om te zeggen, hij is homofoob. Maar als ik de reacties zie en wat dat in de mailbox geeft, ik was daar echt van aangeslagen de eerste dag. Ik geef dat toe. Het gebeurt zelfs. Castro, die een echte homo-hater was, die homo's in de gevangenis stopte omdat ze homo waren, daar heeft men nooit iets over gezegd. Nee. Het was een homo-hater. Die wordt in dezelfde kringen nog altijd verheerlijkt. U heeft ook gereageerd in ter zake. Je zegt het gevoel geformuleerd waarbij u het idee kreeg dat u als een soort van tweede Pim Fortuyn ging fungeren. Ik word misschien wel de nieuwe Pim Fortuyn. Is dat niet een burgemeester onwaardig? Een burgemeester onwaardig. U zou eens moeten weten wat ik in mijn mailbox binnenkrijg. Het is ecœurant. Enerzijds mails die dwars door mijn hart gaan. Ik krijg nu mails van ouders van homo's en lesbiennes die zeggen waarom vindt u mijn zoon of dochter abnormaal? Dat soort dingen moet ik nu lezen. Maar ik krijg ook nog wel wat andere dingen te lezen. Dingen die ik u echt niet wil vertellen. En als ik spreek over een Pim Fortuyn-scenario, dan gaat het daarover. Vindt u dat een burgemeester onwaardig? Eerlijk gezegd, het sfeertje dat men nu aan het oproepen is in deze democratie, vind ik persoonlijk echt onwaardig. Als men de N-VA niet aan kan met argumenten, en men heeft zo'n schrik voor 2014, dat is één ding. Ja, maar beginnen met die criminalisering, dat is nog iets totaal anders. Dat zijn grote woorden. Nu, die verwijzing naar Pim Fortuyn vond ik wel een beetje gevaarlijk. Waarom? Ik zou dat niet doen. Om iedereen te weten wat met Pim Fortuyn gebeurd is. Het is niet goed afgelopen. En je roept dat in feite. Je draagt ertoe bij om die sfeer een beetje op te roepen. Ik zou daarover zwijgen. Ik heb ook doodsbedreigingen gekregen. Uw darmen zullen in de straten van Gent op te rapen zijn. Dat is het maar. Iedereen krijgt bagger over zich heen, meneer De Wever. Wil u dat beter niet gezegd? Ja, maar ik heb politiebewaking gekregen. Kijk eens. Daarvoor. Maar had u het beter niet gezegd? Maar goed, ik denk niet dat je dat moet accentueren. Wellicht niet. Ik zal het ook niet meer herhalen. Want ik heb vandaag in Le Soir gelezen. Dat staat er letterlijk in. Ja, als hem iets overkomt, heeft hij dat toch maar zelf gezocht. Hè? Dus ik weet nu al... Zoals een meisje die een verkrachting zelf heeft. Het heeft niet direct een kalmerend effect als je zoiets zegt. Maar laat mij toe te zeggen, ik ben ook maar een mens, dat er bepaalde feiten in mijn persoonlijk leven waren die dag. Soms is te veel. Hè. Bagger, daar ben ik al aan gewoon. Ik heb een dikke kaft vol scheldmeel. En scheldmeel motiveert mij dikwijls om door te gaan. Maar er zijn... Soms krijg je andere dingen te lezen. En ik ben ook maar een mens. Ik was daarvan aangeslagen die dag. Maar ik ga dat niet meer herhalen. Gaat u zich niet inhouden? Gaat u niet voorzichtiger worden in de formuleringen? Ik kan dat proberen, maar ik vrees dat het karakterieel is. Ik zie er ook niks mis in met politici die een mens, een maatschappijvisie hebben, die een ideologie hebben. Dat was nu net die reeks van de Standaard. Ik vond dat wel een buitenkans om eens te zeggen, wat zijn nu eigenlijk de grote principes waarmee wij naar de werkelijkheid kijken en waaraan wij onze politiek ontlenen.
Maar ja, bon. Dat is wat ik er vervelend aan vond. Dit is een zeer uitvoerig artikel. Daar worden dus ideologische standpunten met een filosofische basis naar voren gebracht. Ik ben het er niet mee eens, zoals het daar staat. We kunnen er straks over discussiëren. Maar dat verdwijnt volledig. Veronderstel dat ik nu een mathematisch probleem oplos. Maar... een geniaal mathematisch probleem. En dan zeg ik ergens een vuil woord daartussen. In plaats van naar dat mathematisch probleem te kijken, kijken ze naar dat vuil woord. Zo werkt het nu eenmaal. Hè. Er wordt uitgelegd waarmee u de gevoeligste snaar raakt. En in dit geval is dat die uitspraak over het regenboog-t-shirt. Had u het beter ook niet gezegd? Heeft u er spijt van dat u het gezegd heeft? Ja, maar dat is een soort culpabilisering die ik eigenlijk niet kan aanvaarden. Want allee, dat zou impliceren dat ik morgen zeg, die neutraliteit, die moet ik dan anders gaan uitleggen. Ja. En als zelfs de ombudsman van de Standaard zegt, dit is geen correcte journalistiek geweest van de Standaard zelf. Ja, wat moet ik daar dan aan toevoegen? Het is natuurlijk die voorpagina die het hele verhaal in gang zet en die Twitter-democratie. Ik zeg, ik vind een partijvoorzitter moet wegblijven van Twitter. Onze opinies dragen... meer gewicht. Ze binden eigenlijk een hele partij. En ik vind Twitter echt geen medium, 140 lettertekens, om als partijvoorzitter te spreken. Ik zal het nooit doen. En je ziet een soort van cheering mob. Hè. Iemand vertrekt en iedereen springt op die trein. Op het moment dat ik op ter zake heb uitgelegd hoe het zat, valt de heel die show stil. Daarna is er niks meer gekomen. Ook in mijn mailbox totaal stilgevallen. Dan denk ik, ja, waar ging dit dan eigenlijk over? Oftewel had je een punt en dan zou je dat hier nog altijd moeten komen verdedigen. Oftewel was het gewoon, ja, bullshit. We gaan ook nog iets anders te berden brengen, want u wilde nog een aantal andere dingen op tafel leggen. Bij het, ik wou het in feite, het stuk dat ik geschreven heb, van dat gepubliceerd is vandaag, wou ik het hebben over precies die ideologische grondslagen waar hij het over had. Goed. En ik vond het spijtig dat we daar, omdat ik daar op een aantal punten het niet mee eens ben, vond ik het spijtig dat we daar niet, dat daar de discussie niet kon over. Dan gaan we dat nu hier even doen, want het interesseert ons ook wel. Ja. Onder andere verwijt u, meneer De Wever, een denkfout. Als hij zegt... Geen denkfout, maar een historische verdraaiing, zal ik zeggen. Legt u even uit. Meneer De Wever heeft gezegd dat er een denkfout zit in de verlichting, omdat ze ervan uitgaan dat de mens van nature goed is. Ja, maar dit is geen denkfout van de verlichting, maar dit is een opvatting van Rousseau. Dat is een opvatting van Rousseau. Nu, Rousseau is in de verlichting een heel opmerkelijke figuur, maar eigenlijk een figuur die een beetje aan de kant staat. Rousseau heeft dus een ruzie gelegen, verschrikkelijke ruzie, met Hume. Heeft ruzie gehad met ongeveer iedereen van die verlichtingsmensen. Omdat hij een heel aparte visie had. Om een eenvoudig voorbeeld te geven. Mensen zoals Condorcet. Een van de basisideeën van de verlichting, dat is, wij moeten kennis overdragen, wij moeten onderwijs overdragen. En Condorcet zei, en het onderwijs voor de vrouwen moet exact even goed zijn als dat voor de mannen. Ja. Wel nu, Rousseau was tegen onderwijs voor de vrouwen. Ja, met andere woorden, hij staat ook voor een deel buiten de verlichting. Maar hij heeft wel invloed gehad. Heeft wel invloed gehad, maar je kunt niet de verlichting zeggen dat is Rousseau. Rousseau is een heel aparte figuur. Hij heeft ook sterke invloed gehad op de Franse revolutie. En niet de beste invloed op de Franse revolutie. Een sterk negatieve invloed. Maar hij heeft wel zeer veel invloed gehad. Maar dat is niet de verlichting. De verlichting, dat zijn voor mij bijvoorbeeld mensen zoals Beccaria, Dei Delitti e Delle Pene, de grondslag van werkelijk de afschaffing van de doodstraf, de humanisering van het strafrecht enzovoort. Dat is Montesquieu. Ja. Dat zijn mensen zoals Voltaire, Diderot, D'Alembert. Dat zijn de mensen van de verlichting. Bent u mee, meneer De Wever? En aanvaardt u de terechtwijzing? Ja, toch wel. Allee, ik denk niet dat we een heel groot meningsverschil hebben. Al op een paar puntjes. Ik denk dat je Rousseau toch niet mag onderschatten. Dus het idee dat de mens van nature goed is, die je niet alleen bij Rousseau vindt, dat heeft toch heel sterk doorgewerkt in de opinies die wij over opvoeding en onderwijs zijn gaan cultiveren. Daar waart de geest van Rousseau nog altijd rond, over elke onderwijshervorming. Het idee dat leerlingen via zelfontplooiing en niet via discipline tot kennis kunnen worden gebracht, dat is toch wel in de pedagogie heel aanwezig geweest. En of dat zo'n gunstige invloed is geweest, daar twijfel ik aan. Ik denk dat in opvoeding en onderwijs is een bepaalde mate van autoriteit noodzakelijk. En er is doctoraal onderzoek nog recent geweest dat toch uitwijst dat de factor van succes in de mensenleven veel meer transpiratie dan inspiratie is. En dat drilldiscipline, het ouderwetse leren, dat toch wat geringschat is. En die zelfontplooiing die gaat ervan uit, de mens is een vat vol goedheid en je moet alleen het tekstel eraf doen en dan komt dat er vanzelf allemaal uit. En dat klopt gewoon niet. Dus maar dat cultiveren wij. Dat klopt niet. Maar het beeld van Tarzan.
het beeld van die Poolse man die daar in die put op Linkeroever leefde, was hij allemaal dat beeld van oh, de natuurmensen, die is van nature goed. Dat bleek dat wel een psychopaat te zijn die zeer crimineel was. En dan klapte het hele sprookje uit elkaar. Maar even resumeren. U zegt dan, opvoeding, er is steeds minder en minder autoriteit. Die trend is er en dat is niet goed. Dat is de invloed van Rousseau. Ja. Ik wil het ook nog eens hebben over... Ik ben het er niet mee eens dat dat de invloed is van Rousseau. Want dat dit, kijk, de opvoeding die ik gehad heb, dat is al zoveel eeuwen na Rousseau. Wel, dat was dat niet. Nee. De opvoeding die ik gehad heb, dat was een opvoeding waarin wij wiskunde leerden en wiskunde inoefenen. Waarin wij geschiedenis leerden en geschiedenis moesten kennen. Ja. Ja, maar, 313... Het is een voortschrijding. Hè? Het is niet alleen Rousseau. Neem John Stuart Mill, On Liberty. Wat is de denkfout? Volgens mij, the greatest happiness of the greatest number. Dus hij zegt, het grootste probleem is wat onze vrijheid inperkt. Als je kan wegnemen wat de vrijheid van het individu beperkt, dan gaan we naar geluk. En de optelsom van allemaal individuen die vrij zijn, is een gelukkige samenleving. Dat is een denkfout. En dat is ook niet uitgekomen. En ik zie de voortschrijding daarvan al 200 jaar in die absolute individualisering, waar volgens mij bijvoorbeeld de Tocqueville heel accuraat heeft voorspeld in de 19e eeuw dat we zouden uitkomen in een situatie waar al die vrijheden tegen elkaar botsen en we die ironisch genoeg die vrijheid terug moeten afgeven aan de staat die ons moet reguleren. Ja. En het diversiteitsdebat is daar een prachtig voorbeeld van. Ophouden met namesdropping. Hm? Maar bent u het daarmee eens met wat de Wever zegt? Ik ben het ermee eens en we hebben het debat gehad met mevrouw Van Ecke en met, in verband met die kennis. Ja, over opvoeding, Die kennis, dat kennisonderzoek. Wel, natuurlijk ben ik het ermee eens dat men het allemaal heeft laten varen. Maar dat is een vrij recente ontwikkeling die gekomen is onder invloed van een aantal pedagogen. En of die pedagogen ooit Rousseau gelezen hebben, ik weet het niet, maar ik ben er niet zo van overtuigd. De discipline die ik gehad heb, in mijn humaniora, wel, die had met Rousseau niets te maken. Nee. Die invloeden zijn later gekomen. Ik heb altijd gezegd, de vragen nu aan de kinderen, ze willen fysica doen en ze moeten de hele fysica zelf uitvinden. Galilei heeft jaren moeten zoeken om zijn valwet te vinden. Mm-hmm. En die kinderen moeten dat zelf vinden. Ze moeten dat leren. Dan hebben we het over kennisverwerving. Ja. Maar laat mij een stap verder zetten. Moraliteit. Is er ook een gebrek en minder moraliteit daardoor, omdat er minder aanvaarding is van autoriteit? Dat weet ik niet. Mag ik eens teruggaan naar de verlichting? De verlichting zegt in essentie de reden staat centraal, de ratio. Dat is natuurlijk een enorme stap vooruit op het ancien regime, waar wij metafysische orde moesten aanvaarden, eigenlijk gebaseerd op het christendom. Het christendom was de ideologie van de ancien regime met een standenmaatschappij. Sociaal weinig mobiliteit mogelijk. Dus zijn we erop vooruit gegaan? Ja, met de ratio. Heeft ook de wegbereider van de democratie. Onmiskenbaar, vooruitgang, ja. Maar er zit een schaduwkant aan, aan de mens die de maat is van alle dingen. De vraag is, welke metafysica is er nog? Welke grondslag is er nog voor moraliteit? En ik zie dat, na 200 jaar doorschuiven in die richting, dat we nu in de absolute cultus van de fysica zijn terechtgekomen. Ik zie dat bijvoorbeeld aan de weekendkranten. Die worden altijd maar dikker. De cultus van de fysica. Wel ja, de weekendkrant, in de jaren 60, dat was zo'n dun ding. Nu is dat een telefoonboek. En dat zit vol fysica. De mooiste reis, het lekkerste eten, de prachtige auto. Wij geloven alleen nog in materialiteit, in fysica. Dat is toch fysica, de materiële dingen? De vraag is, wat is onze fysica? Fysica is in CERN en Genève, bij Genève. Ik bedoel in het materiële. Vraag is, welke immateriële band zit er nog in onze samenleving? Vroeger kwam die van God. Maar Nietzsche zei, God is dood. Iedereen zei, Nietzsche is blij, want God is dood. Nee, Nietzsche zei eigenlijk, we gaan het nu zelf moeten doen. We staan zelf aan het roer. De mens staat voor een verpletterende verantwoordelijkheid. En hoe gaan we onze moraliteit, hoe gaan we die funderen? Ja, daar hebben we misschien een meningsverschil. Ik heb de indruk dat we daar nooit nog in gelukt zijn. In een goede fundering te vinden. En dat vandaag iedereen de maat van zijn eigen leven is geworden. Men zegt, ik ben vrij, ik doe wat ik wil. Welke maat hadden we vroeger dan, meneer? Vroeger was dat toch ongetwijfeld. Men wist, hier wacht iemand hierboven en die gaat ons afrekenen. Dus we moeten ons een beetje gedragen, want we worden afgerekend. Dat geloven we niet meer. Dat is misschien op zichzelf niet verkeerd dat we erin geloven. Wacht, ik rond af. Ja. Waar ik mij aan stoor, is dat we nu in een cultus zitten waar ik ben vrij, ik doe wat ik wil. De samenleving heeft me niks te zeggen. Want dat is allemaal paternalisme, dat is allemaal mislukte pastoors. Ik doe wat ik wil. Totdat ik iets verkeerd doe. Dan plotseling is het jammer. Ik ben kansarm, de samenleving heeft me niet geholpen. Er is een heel zwaarlijvige man geweest, de dikste man ter wereld. Die heeft de staat aangeklaagd.
Maar als motivatie, waarom hebben die mij nooit eerder een operatie aangeboden? Waarom hebben die mij niet geholpen? Waarom? Hoe heeft de staat kunnen toestaan dat ik zo dik ben geworden? Wel, daar zie je die cultus van. Ik doe wat ik wil totdat het echt fout loopt. En dan moet de samenleving, de staat... Maar oplossen. Dat heeft het toch veel haarscherp voorspeld. En daar worden we vandaag toch in wakker. Wel, nee, ik ben het met de feitelijke analyse van een aantal zaken eens. Maar volgens mij, ik heb daar een boek over geschreven, Ogen van de Panda... Komt dat niet voort van de verlichting? Dat komt voort door van de ontwikkeling van de consumptiemaatschappij. We hebben in de loop van de ontwikkeling een desacralisatie van het wereldbeeld gehad. God valt weg enzovoort. Maar er is ook een secularisatie van de maatschappij. Daarmee bedoel ik, wanneer je problemen hebt, dan ga je niet meer naar een kapel om je zeven keer zo rond de kapel en zeven keer de kapel van de heilige Apollonia. Nee, zeven keer zo en zeven keer zo. En je tandpijn is weg. Nu gaan we naar een tandarts. Ja. We hebben een secularisatie van de maatschappij. En daar is uit voortgekomen wat ik noem een decides-moraal. Een moraal dat al het essentiële hier op aarde is. Maar dat heeft, te maken met de consumptiemaatschappij. Ja. Met die hele ontwikkeling van wat ik het WTK-bestel noem. Wetenschappelijk, technologisch, kapitalistisch bestel. En daardoor zijn de mensen gaan denken... hier moeten we het hebben in dit leven. Ja, maar, hier en nu. Maar waar, niet één keer op, met vakantie, maar zeker twee keer per jaar. Maar waar loopt het dan fout, professor? Want ik desecularisering, daar bent u blij mee. Want u gaat zelf ook niet naar een kapel om iets af te smeken. Hè? Nee, dus daar ben ik het mee eens. Ja, dus... Maar de gedachte dat het geluk... te vinden is in de producten van de consumptiemaatschappij. Als je niet twee keer per jaar met vakantie kunt gaan... een keer naar de Balearen en een keer naar de sneeuw... dan denken de mensen dat ze ongelukkig zijn. Het geluk ligt dus niet, volgens mij... in het zoveel mogelijk deel hebben aan de goederen van de consumptiemaatschappij... maar in een bevredigend leven waarin je jezelf volledig kunt proberen te realiseren. Dat vergt toch een metafysisch kader. Akkoord, ja. Want dat is nu de paradox. We zijn rijker dan ooit tevoren... en ongelukkiger dan ooit tevoren. Ja, we pakken meer drugs dan ooit tevoren. Antidepressiva. We plegen meer zelfmoord dan ooit tevoren. Dat vergt een metafysisch kader. Wat bedoelt u daarmee? Wat is dat nodig? Eigenlijk moet de samenleving uit zichzelf, het samenleven als mensen in een gemeenschap, daar moeten meerwaarden uit geput worden. En die kan alleen worden geput uit het delen van bepaalde waarden. Waarden zonder God. Als die zonder God zijn, moeten we misschien eens teruggaan naar de Grieken en de Romeinen. Tuurlijk. Die hadden ook waarden zonder God. Tuurlijk. Maar die waarden moet je wel durven inlepelen met opvoeding en onderwijs. En de politiek moet daar desnoods die waarden mee... Ik weet niet of dat de politiek heel goed geplaatst is. Wij maken juridische normen. Wij maken wetten. Een samenleving heeft nood aan sociale normen. Die moeten uit het weefsel van de samenleving zelf naar voren komen. En dat is het hem nu net. Wij zijn afgeleerd om nog te oordelen. Wij zijn afgeleerd om nog te zeggen, dit is slecht en goed. Alle gedrag is menselijk gedrag. Dus goed en slecht bestaat eigenlijk niet meer. En iedereen doet zijn eigen ding, is de maatstaf van zijn eigen leven. En geluk, dat kan je alleen nastreven door zoveel mogelijk materiële zaken te verzamelen. Maar het werkt niet. Het lukt niet. Alsjeblieft, men moet er toch voor opletten een idyllisch beeld op te hangen van de situatie vroeger. Hè? Gedurende de hele periode van wat wij de oudheid noemen, het christendom, de islam, dat zit dus vol met de grootste gruwelijkheden die je maar kunt indenken. De christelijke maatschappij tot in de 19e eeuw was belast en beladen met een afschuwelijke vorm van slavernij. De negerslavernij in Noord-Amerika, die pas in het midden van de 19e eeuw afgeschaft is. Die in Brazilië, die pas in 1888 afgeschaft is. Dus vanaf het begin van onze jaartelling tot ver in de 19e eeuw was een afschuwelijk systeem. Maar een gruwelijk systeem waar mensen verschrikkelijk onder leden, gemeengoed. Men heeft dus in de slavenhandel naar Amerika ongeveer 12 miljoen slaven overgebracht. En in de islam heeft men er, volgens Malek Sebel, die dat grondig onderzocht heeft, 20 miljoen slaven naar het Midden-Oosten gebracht. Met andere woorden, we zijn heel goed opgeschoten. Natuurlijk. Ja, de emancipatie van de vrouw, Condorcet, op het einde van de 18e eeuw, die schrijft dus een stuk... een heel stuk over de vooruitgang van de mensheid. En hij verdedigt daarin volkomen gelijke rechten voor de vrouw. En een paar jaar later heb je Mary Wollstonecraft... die in Engeland hetzelfde naar voren brengt. Dus
Het einde van de, mm-hmm. van de 18e eeuw. Maar... En dan is dat begonnen en heb je hele de beweging goed. Gehad van de emancipatie van de vrouw. Ja, maar dat is iets immens. Maar waar zijn we dan? Ik dacht dat we in immorele tijden leefden. Sorry. Het insuipelen van de verlichting, hè, in termen van burgerlijke rechten en vrijheden, waarvan de beleving steeds intenser wordt, hè, en die meer aanleiding geeft tot subjectieve rechten, is natuurlijk een absoluut goed proces. En niemand wil teruggaan naar de tijd ervoor. Ik ben ook geen reactionair. Maar het omgekeerde van wat u zegt gebeurt ook. Hè. Men gaat het verleden slechter voorstellen dan het was. Als ik zie hoe bijvoorbeeld in het maatschappelijk debat in Vlaanderen naar de jaren 1950 wordt gekeken, als een periode van absolute duisterheid voor de bevrijdende jaren 1960, dan doet men ook die epoche oneer aan. Hè. Men kan ook heel anders naar de jaren 50 gaan kijken. Dus we zijn ons eigen verleden ook een beetje aan het demoniseren wat dat betreft. Ja, maar de voortschrijding van burgerlijke rechten en vrijheden is natuurlijk een absoluut goed. Dat wil ik niet terugdraaien. De vraag is, hoe hou je het boeltje nog samen? Welke samenhang kunnen wij rond die gemeenschap nog weven? En maar daar zit het een beetje. Die onttovering van de wereld is heel ver doorgeschoten. Ja, akkoord. Maar het is een beetje gevaarlijk als u de indruk geeft dat wij zonder God geen moraal kunnen opbouwen. In Gods naam toch. Al die grote culturen van vroeger. Nee. In Gods naam zeg ik. Wij zouden spreken. Nee, excuseer, professor. Ik zeg niet dat we zonder God geen moraal kunnen opbouwen. Ik zeg alleen, dat is geen simpele oefening. U kan als moraalfilosoof mij een perfecte moraal aanreiken. Wat ik zeg, is niemand als filosoof heeft mij kunnen overtuigen dat ik dat praktisch toepasbaar krijg. Ik kan niet, als iemand met zijn voeten op de bank ligt in de trein, zeggen, ja, de categorische imperatief van Kant... Die het is zegt onmiddellijk mij, toepasselijk. Ja. Onmiddellijk toepasselijk. Volgens de categorische imperatief van Kant moet je je afvragen, mag de regel van mijn handelen geuniversaliseerd worden tot een algemene wet. Ja. Stel je voor dat iedereen daar met zijn voeten op die bank van die trein zit, dan heeft niemand nog een plaats. En als er dan een plaats daarna is, dan is die bank vuil. Dus Kant is daar volstrekt toepasselijk. Ik vrees dat het antwoord van die persoon dat je een grote zagenvind bent wel eens zou kunnen komen te zeggen hebt en dat zijn vrijheid is en dat je hem niks op te leggen hebt en dat je paternalist bent. Dat is een kwestie van opvoeding. Hè? Ja, daar moet de opvoeding duidelijk... De lijnen zijn gemakkelijk te vinden, hoor. Iedereen weet dat je rechts moet rijden enzovoort. Ja. Hè? En dat je geen snelheidsovertreding moet respecteren. Dat zijn toch juridische normen? Waarop gaan we onze sociale normen baseren? Allee, de Romeinen hadden hun kardinale deugden. Op het feit dat je een ander niet aandoet, dat is een algemene regel, de gulden regel. Dat is Confucius al, hoor. Maar dat je een ander niet aandoet, vijfde eeuw voor Christus. Ja, dat je een ander niet aandoet wat je zelf niet wilt dat ze jou aandoen. Dat staat ook in de Bijbel, hè? Staat bij Matthäus, uiteraard, akkoord. Dus, maar bedoel... Dat is... Ja. Van dat naar een praktisch toepasbare moraal... Nee, want dat moet in de opvoeding naar voren gebracht worden. Mm. En als je dat in de opvoeding naar voren brengt, dan interioriseren die kinderen dat. Maar als men dat natuurlijk nalaat, en als men daar maar zit te fantaseren over van alles... Weet u wat ik vrees? Dat de elite dat zeer goed beseft en daar nog goed meegeeft aan zijn kinderen. Maar feitelijk een vals verhaal van die absolute vrijheid verspreidt. Dat aan de onderkant van de samenleving echt een ravage heeft aangericht. Dat is mijn indruk van de huidige tijd. En een beetje meer samenhang, een beetje meer waarde, een beetje meer sociale normen, dat kan echt geen kwaad. Maar als ik erover spreek, dan is mijn goesting al over. We moeten hier afronden. Want ja, maar die mensen die jij materialistisch noemt, die u materialistisch noemt, dat is niet op basis van die idealisering van vrijheid. Dat is, ik zal het nog eens herhalen, omwille van die consumptiemaatschappij. Die hebben daar geen theoretisch concept over. Maar is dat niet hetzelfde? Is dat niet oorzaak en gevolg? Heren, we komen er niet uit. We gaan afronden. Ik had aan jullie beiden nog gevraagd om voor elkaar een Latijnse spreuk uit te kiezen. Ja. Ik heb er een gevonden waarvan de professor de spreekwoordelijke uitzondering is. Nemo mortalium omnibus horis sabit. Geen enkele sterfelijke is altijd wijs. Geen enkele sterfelijke is altijd wijs. En deze sterfelijke is daar de uitzondering op. Ik heb het grootste respect voor professor Vermeers. Absoluut. Mooi om te horen, professor. Zeer mooi. Ja. En wat heeft u voor meneer De Wever meegebracht? Principis obsta, zegt de dichter. Sero medicina paratur, cum mala perlongas, invaluere moraes. Okay. Verzet je in het begin. Komt uit de Ars Amatoria van Ovidius. En
Het gaat eigenlijk over de liefde. Als je een verliefdheid... Je zegt, oei, ik heb al een liefde, ik moet dat opletten, dat ik dat tegenhoud. Principes opstaan, verzet je in het begin. Seromedicina paratur. Al te laat wordt de medicijn bereid. Cum mala perlongas involuere moraas. Wanneer het kwaad door lange dralingen sterker geworden is. De algemene regel die daaruit volgt is de volgende. Wanneer je ergens geconfronteerd wordt met moeilijkheden die ergens beginnen... te sudderen, zal ik maar zeggen, op het vlak onmiddellijk van de ingrijpen. U weet wat er met Ovidius gebeurd is? Ja, maar ja. Hij is verbannen door de keizer naar een of ander verhaal wordt waar hij de Tristia heeft geschreven. Ja, ja, akkoord. Wow. Dat is juist. Maar Ovidius zei ook, de mensen op straat spuwen in mijn gezicht, maar thuis applaudisseer ik voor mezelf. Oh. Maar het punt is dat een leraar in de klas, ze beginnen te babbelen, onmiddellijk reageren. En een burgemeester in de stad, er is daar wat onmiddellijk reageren. Principes opstaan. Begrepen, maar ik had er nog een andere. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. We gaan u nog eens moeten uitnodigen. Ik heb dat zo eens gedaan, onmiddellijk reageren. Dat is mij ook niet in dank afgenomen. Formiter in re, suaviter in modo. En dat betekent? Krachtdadig wat de zaak zelf betreft, maar zachtzinnig. Wat in de methode. De wijze dat lijkt mij een mooie einde. Die nemen we mee. Bedankt, professor Vermeers. En bedankt, Bart de Wever. Bedankt, kijkers. En dan voeg ik dit er nog aan toe. Kras, maar ik kijk even op mijn briefje, meneer de Wever. Kras, libenter inter nos revidebimus. Goed? Ja, ja. Of anders gewoon. Straks, tot morgen. Ja. Dank je wel. Tot de volgende keer.